Van de ravage is een dag na het ongeluk nog genoeg te zien. De klap met de zogeheten stuutpaal op deze boot moet enorm geweest zijn. En de reparatie trekt vanochtend langs de kade een hoop bekijks. Het is een flinke operatie allemaal. Ja, mooi om te zien ook. Heel heftig. Gelukkig dat er geen ongelukken gebeurd zijn. Het is een ramp. Ik bedoel, ik woon al vanaf 1971 in Waddinxveen en het is altijd hetzelfde geëtter met die hefbrug. Het is dan ook niet de eerste keer dat er problemen zijn met de brug en de inwoners van het dorp langs de Gouwen niet meer heen en weer kunnen. Dat is in 1964 ook gebeurd. Er was dan een grote knal. Ik werkte helemaal aan het eind van de Zuidkade en daar hoorden we het helemaal. Er kwam een betonblok naar beneden met een gangetje. De inwoners van Waddinxveen hebben inmiddels een haat-liefdeverhouding met de hefbrug. Het ding is van 1936. Ja, het is een monument en het blijft een monument. Maar het is toch vooral in de zomermaanden, het is hopeloos hoor, met dat ding. Want je staat er uren voor te wachten. Het is natuurlijk wel heel karakteristiek voor Waddinxveen. Maar ja, als je dus ook soort dingen hebt, dan heb ik zoiets van nee, hoeft voor mij niet. Voorlopig is het voor de Waddinxveeners wachten op een pontje of een ponton, zodat kilometers omrijden niet meer nodig is. Ad! Ad! Wanneer kom je nou? Zwemmen! Help op!